Maar er is daar vandaag een vegan kerstmarkt. Ik kan niet geloven dat ik deze gewoon bemachtigd heb. De meest sikke Albert Heijn. Opgeknoopt. Ik ga iets wilds doen, jongens. Oh my god. Wow, dit... Hey jongens, goedemorgen. Het is vandaag 22 december en het is zondag. En ik weet niet wat me gisteren overkomen is. Ik heb gewoon mijn adventkalendervakjes niet opengemaakt. Ik lag gisteravond in bed en ik sliep al bijna. En toen kreeg ik opeens zo'n soort van schok dat ik zo zat van... Ik heb gewoon mijn adventkalendervakjes niet opengemaakt. Dus jullie krijgen vandaag 2 vakjes te zien. Maar waarschijnlijk wel pas een beetje aan het einde van de vlog. Want Mert en ik gaan vandaag naar Groningen. Dat is best wel een tripje vanaf waar wij wonen. Het is 2 uur en een kwartier rijden. Maar er is daar vandaag een vegan kerstmarkt. En dat vind ik zo cool. Dat is de enige in Nederland. Dus ik wilde er eigenlijk wel heel graag naartoe. Om gewoon eens te kijken van hoe dat was. En wat er allemaal te kopen en te eten is. En ik vind Groningen gewoon een hele leuke stad. En Mert is daar ook nog nooit geweest om zeg maar te winkelen of nog rond te lopen. Dus we gaan gewoon vandaag lekker daar naartoe. Ik ga eerst een beetje wakker worden en douchen. En dan gaan we er straks vandoor. Oké, dan. Gedoucht en wel. Outfitje aan. Ik doe mijn make-up in de auto. En we gaan er nu vandoor. Nou, het is helaas niet echt lekker weer. Sterker nog, het is echt rot weer. Maar goed, niks aan te doen. We zijn onderweg. We moeten nog een uurtje rijden ongeveer. Ik heb mijn tweedehands blouse aan. Uit Keulen. We zijn er, ja. Het ziet er echt vet uit. Even een plekje zoeken. Het is volgens mij ook wel goed druk. Oké, jongens, we zijn er. Het is een eigenlijk best wel groot... Een soort van industrieachtig terrein. Met allemaal loodsen en containers. En volgens mij wonen hier ook gewoon mensen. In van die containerwoningen. En er is ook een hostel hier. Het ziet er echt vet, echt heel hip uit. Echt best wel ja, Berlijnachtig, zei Mert net. En ook een beetje als NDSM-werf in Amsterdam. Oh! Dat is wel die backstage-achtige. Dat is ook zo. Gingen we zo hier die rode trap. Ja, het ja, we zo... hebben hier geslapen toen. Toen ik optrad bij Noorderslag. Bleven wij slapen? Ja. Toen hebben we hier zo in de buurt geslapen op een boot. Jongens, er waren daar 2 dingen waarvan ik dacht dat ik ze nooit meer zou eten. En eentje... is helaas, daar stonden we voor in de rij en toen de persoon voor ons heeft het laatste paar gekocht. Dat waren mergpijpjes. Daar at ik echt vroeger zoveel van en nu natuurlijk niet meer, maar helaas hebben ze niet kunnen. Misschien kan ik ze ergens anders ooit nog eten. Maar wat ik ook altijd heel veel at en nu niet meer, zijn macarons. En ik wist gewoon geen eens dat dit bestond in de veganistische versie. Ik kan niet geloven dat ik deze gewoon bemachtigd heb. Dat is toch niet normaal? Opeens zie ik gewoon allemaal macarons liggen. Dus ik ga hier heel zuinig mee doen, of niet? Ligt het aan hoe lekker ze zijn? Denk het niet. Denk het niet. En ik heb dus een kaasje gekocht, deze. Want ik wil eigenlijk met kerst een kaasplankje voor mezelf en voor wie wil maken. En we hebben nog fudge gekocht. Want de merg... Zal ik het achterin leggen even? Gaan we hier weg? Want de mergpijpjes waren op, maar bij dezelfde kraampje hadden ze ook nog fudge. Dus die hebben we maar gehaald. Oh, ik ben helemaal chaotisch ervan. Omdat ik opeens zo alles kan eten en kopen. We stappen de auto in. En wat is op de radio? Paul Sinne. Dat is ons liedje samen. Komt-ie. Liefde was een woord dat niet voorkwam in mijn taal. Was zo vaak. Moest je niet via daar gewoon rijden? Jij bent al gelukkig met de helft van mij. Oké, nou, dat was even leuk om te delen. En nu gaan we naar het centrum van Groningen. Dan moet je zeker even langs de interieurwinkel Life en Liver. Al is het maar gewoon voor inspiratie, het is hier zo mooi. Wauw.
Dit is echt de droom slaapkamer. Dit is wel officieel de meest sikke Albert Heijn van Nederland, denk ik hoor. Oké, als je één kaars mag kiezen, welke zou je dan kiezen van deze rij? Ik heb het gevoel dat dit een soort van mijn favoriete geuren zijn. Zo een beetje donkerblauw, donkerpaars, donkergroen. Als je deze zo hier ziet, welke zou je dan kiezen om te kopen? Ik hou dus over het algemeen niet zo heel erg van kokos, maar deze was echt lekker. Wij zijn gaar. Ja, wij zijn gaar en we zijn onderweg naar huis. Wij zijn thuis. Ik moet nog even gewoon mijn outfit aan jullie laten zien, want ik vond hem zo leuk vandaag. Ik had dit aan. Eigenlijk had ik het meeste gedeelte van de dag had ik hem zo opgeknoopt. En dan met deze nepleren broek. Zo nice. Oh man. En toen, oh my god. Er is een kerstbal kapot gegaan. In ieder geval, gedurende de dag heb ik hem zo losgedaan. Want dat vond ik eigenlijk ook al heel erg leuk staan. Met gewoon een zwart shirt eronder. I love it. Deze blouse is tweedehands. En de broek is van het merk Native Youth. Ik ga straks nog even zitten om met jullie de adventkalenders open te maken. Want ik kan gewoon niet geloven dat ik het gisteren ben vergeten. Maar ik wilde, voordat we alles gaan opbergen en even gaan avondeten, nog de buit van vandaag met jullie delen. Want deze liet ik dus al eventjes zien. Dit is de Happy Cashew Kaas. Schapsicher Klee. Maar ja, wat dat dan betekent. Oh, het is als fenegiek. Dat is heel grappig, want Mert die proefde het. En die zei van, hey, het smaakt echt naar die fenegiekkaas die je ouders altijd hebben. Maar het is dus de bedoeling dat dit naar fenegiekkaas smaakt. Dan hebben we deze fudge die we nog niet opgegeten hebben. Chocolade fudge. Ik wilde dus heel erg graag mergpijpjes halen bij dit zaakje. En de persoon voor ons, die bestelde dus net aan de laatste. En we stonden al best wel lang in de rij. En ik was even 1 minuut echt heel verdrietig. Het was gewoon het enige wat ik wilde daar. Maar toen dacht ik van, nou, dan gaan we gewoon die fudge halen. En dan is het ook goed. Maar het hoogtepunt is toch wel echt dit. En dit is echt nog steeds mijn zwakte. Als ik langs een plek loop waar ze macarons hebben. Dat ik denk van, oh, deze zijn gewoon vegan. Ik hoop zo dat ze lekker zijn. En ik ga gewoon even dit merk ook opzoeken. Want ik heb het nog nooit gevonden ergens. Het heet dus Maak Aaron. En dan tot slot zagen jullie mij misschien al met een blouse staan in de winkel. Ik was naar de winkel Stardust. Dat is een hele leuke vintage winkel. Ze hebben niet een heel groot aanbod. Dus als de meeste tweedehands winkels waar je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Het is meer heel erg gecureerd. Alleen maar best wel hele vette stukken bij elkaar. En ik zag daar deze blouse. Dit is hem. Het is een legerblouse. Ik vind hem zo mooi. Hij stond ook onwijs vet bij de broek die ik nu aan heb. En hij was €25. Dus dat vond ik ook nog een goede prijs. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Ik ben de laatste tijd echt goed tweedehands dingen aan het scoren. Kijk, daar is de gesneuvelde kerstbal. Het moest gewoon een keer gebeuren. Vlak voor kerst is er toch eentje kapot gegaan. All right, people of the people. We gaan vandaag 2 adventkalendervakjes openmaken van elke kalender. Deze voelde zo zwaar toen ik hem kreeg en nu gewoon helemaal licht. We maken vandaag open 21 en 22. En dit is een theelichtje wat ik al had. En dit is 22. All is bright. Dit is weer een hele andere geur. Grapefruit en sinaasappel. Maar wat is dan, dit vind ik altijd dan zo moeilijk te begrijpen. Wat is dan die link met het plaatje en de titel? Tijd voor thee. Ik weet niet of ik dit jullie heb verteld, maar ik heb dus gewoon nog nooit dit gedaan in december, een adventkalender. Misschien wel met zo'n chocolaatje erin, maar niet echt met spulletjes. Green with Envy, Mao Feng Green Tea. Dit is gewoon een groene thee. Geen speciale smaak of zo, maar wel een speciale soort, de Mao Feng soort. Smaakt op een natuurlijke manier naar perzik en abrikozen. Klinkt goed en een mooi plaatje. En dan 22. Hey, weer iets met mint. Er zitten echt veel minty dingen in deze adventkalender. Daar moet je wel van houden. Maar ik hou daarvan. Hier staat als je je thee van een lepeltje afslurpt, inhaleer je meer zuurstof, waardoor je de smaak meer levendig proeft. Dit is Marrakesh Mint. Weer groene thee met mint. Deze lijkt me ook echt lekker als een iced tea. En dan de Lush kalender, of ja, box. Geen kalender eigenlijk. Hallo. Hallo. In welke video ga je de macarons proeven? Vandaag nog. Ik ga deze... Wacht. Zal ik iets leuks doen? Oké. Ik ga iets wilds doen, jongens. Iets wat jullie niet hadden verwacht. Ik had namelijk gezegd,
dat ik zo de rijtjes afging. Maar ik heb er gewoon geen zin in vandaag. Ik ga vandaag deze doen. En deze. En dan eindig ik denk ik op de 24e met deze. Want dit is een groot vakje. Hier hebben de meest spectaculaire dingen ingezeten tot nu toe. Ja, I'm a man. I'm a manly. Ik hoop dat jullie niet boos op me worden. Oh, weer zo'n bakkie. Cookie dough body scrub. Oh, ik heb nu al honger. Dit is hem. Ik kan me even niet herinneren of ik deze nou wel eens gehad heb. Maar ik heb het idee van wel. Ik wil hem toch even ruiken. Wow. Als ik niet beter wist, had ik hier een lepel in gezet en het opgegeten. En dan nu deze. Oh, oh, wat is dit nou weer? Oh, oh. Het is een ijsbeer. Wat een schattig ding. Dit is de Polar Bear Plunge en het is een bubbelbar. Hij ruikt super fris, want hij ruikt namelijk naar pepermunt. Deze bubbelbar ruikt gewoon koud. Oeh, dat ruikt naar tandpasta. I like it. Ik hou ook heel erg van tandpasta. Oké, nou, ik ga morgen niet vergeten de vakjes open te maken, beloofd. Maar we hebben er nog maar twee, jongens. Oh mijn god. Ik ga het zo missen. Iemand zei in de comments van ja, als je het gaat missen, dan moet je gewoon nog een paar van die adventkalenders kopen. En dan in januari ook nog gewoon elke dag een vakje openmaken. Maar weet je dat ik best wel veel moeite had met adventkalenders vinden waarvan ik dacht van hé, die passen echt bij mij en hier heb ik iets aan. Die thee drink ik, die kaarsjes brand ik. Dit kan ik gebruiken zeg maar in de badkamer, maar er zijn ook zoveel troep adventkalenders. Ik merkte dat echt in mijn zoektocht dat ik dacht van ja, jeetje, wat heb ik hier eigenlijk aan? En natuurlijk is het leuk dan eventjes, maar als ik dan uiteindelijk met allemaal spulletjes zit die ik weer weg ga gooien, dan ja, dat, ja, nou ja, ik zag daar het nut niet echt van in. Dus vandaar, maar ik heb wel het gevoel dat het elk jaar soort van iets meer een trend wordt, die adventkalenders. Dus wie weet wat er volgend jaar allemaal voor leuke dingen zijn, maar daar zijn we nog niet. Het is wel bijna 2020, jongens. Ik kan niet geloven, dit jaar is zo snel gegaan. Maar dit is stof voor een andere video. Want ik kan nog wel 100 minuten doorpraten over 2019. Maar dat ga ik nu niet doen. Wie heeft er zin in een broccoli? Nee, grapje. Heb je zin in asperges? Wil jij met mij macadamia noten eten? Wacht, kom, we gaan macarons eten. Ja, hier, want hier is het. Ik had niet tegen jou eigenlijk, ik had tegen Ramsey. Jij wil wel macarons met mij eten, ja. Wil je de macarons en de fudge? Ja, sowieso, sowieso. Oh, ik hoop dat er geen noten in zitten. Nee, in ieder geval geen dierlijke noten. Ching. Oh, we hadden er nog een set moeten halen. Oh my god, het smaakt naar aggetjescake. Oh my god. Wow, dit is echt kapot leggen. Geef even recept. Nee. Ik denk dat er Oreo doorheen zit. Wow, dit is echt heel lekker. Ik kan dus nergens op internet vinden wat dit merk nou precies is. Want er staat wel hier macarons op. Maar ik kan het gewoon niet vinden. Misschien moet ik de organisatie van de kerstmarkt mailen. Om te vragen wie daar stonden met die macarons. Wow. Ze zien er ook echt goed uit. Zit ook echt zo bij allemaal een andere kleurvulling in. Ik ben bang dat het met citroen is. Ja, jij koos deze. Citroen mint? Maar deze smaakte naar badproduct. Laten we een andere proeven. Ja, ik vond hem echt zeg maar proeven, ruiken, voelen als een macaron. Maar het was niet, dit was niet de goede smaak. Want het was mint en citroen. Nee. En het was niet oké. Okay. Het was gewoon zeg maar een echte macaron met een verkeerde smaak. Oké. Ik denk dat dit... Ja, dat is veilig. Rood. Is altijd veilig. Ja? Hij smelt in één keer zo... weg op je tong. Laten we dan op zijn minst die groene proeven. Want dat is waarschijnlijk pistache. Wil je ze nu allemaal opeten? Nee. Eentje. Oh. Mag ik nog? Hoe zou die lichtblauw met glitter zijn? Wij gaan slapen. Het was een leuke dag vandaag. Morgen om 6 uur zetten we weer een nieuwe vlog live. Dus dan zie ik jullie dan. Bye.